Lucas, welk gevoel overheerst naar deze 0-0? Ja, ik denk een beetje teleurstelling. En ook een beetje gewoon een gemiste kans. Maar we hebben ook niet echt recht op meer, denk ik. Nee. Maar ja, we hadden meer moeten doen. Hou je dan getroost uit het feit dat het wel tegen Vitesse een punt is? Of? We hebben hier ook thuis tegen Utrecht AZ gewonnen. Dus het is oké, 0-0. Je houdt een 0 tegen Vitesse, die een goede aanval hebben. Dat is op zich knap, maar ik denk niet dat daar troost uit alles. Kijk op voorhand, hè. De trainer zegt ook, we willen meer risico gaan nemen tegen dit Vitesse op voorhand. Dan komen zij met een B-ploeg, is misschien te veel, maar in ieder geval wat wissels. Verandert dat op voorhand nog, jullie blik richting die wedstrijd? Nee, zeker niet de blik. Maar misschien dat ze wel een andere manier van spelen hebben. Als je weet welke spelers dat normaal spelen. Ja. Bereid je daar ook op voor en jongens die je niet kent, dan moet je toch altijd een beetje leren kennen. Ja. Had je daar wel een beetje op geanticipeerd? Natuurlijk, het was een vrij logische reden voor Vitesse met Rome in het vooruitzicht dat er spelers gespaard werden. Ja, wel een paar, maar ja, als ze zeggen we gaan een paar spelers sparen, dan weet je niet wie dat is. Hè. Nee. Dus dat is moeilijk inschatten. Ja, wat was vooraf dan wel het plan tegen dit Vitesse? Gewoon dezelfde aanpak als tegen Zwolle. Zo hoog vastzetten, hoge druk geven. En omdat zij toch die midweekwedstrijd hebben om hen te overpoweren. Maar dat is er niet echt uitgekomen. Hoe komt dat? Het was zwaar op het veld. Voor mij persoonlijk dan, misschien omdat het uit de blessure kwam. Maar ik had ook de eerste helft, toen ik op de bank zat, het gevoel dat wat jongens wat energie misten. Of ik kan er niet echt de vinger op leggen, maar wat scherpte of wat frisheid misschien. Ja. Zo zag het er alleszins uit van de kant. Was dat ook jouw taak om dan met Rome in het vooruitzicht voor Vitesse, dat je in die tweede helft qua energie wil overklassen? Is dat ook een reden waarom er gewisseld werd? Ja, mijn taak was inderdaad wat meer energie terug in de wedstrijd te brengen. En samen met Samuel een soort nieuwe elan te creëren. Dat heeft misschien niet helemaal uitgepakt zoals als gedraaid. Er zaten wel een goede moment in. Het was een typische 0-0, denk ik. Werd het tactisch ook anders met jouw wissel op het middenveld? Lucas schoof natuurlijk door, jij naast Kio terecht. Dat is iets verdedigender, zou je in principe zeggen. Maar qua tactiek is het niet heel anders. Zij verwisselden gedurende de wedstrijd wel echt constant van systeem. Dan een keer met 4, dan weer met 3, dan weer met 5. Dus dat was voor ons wel zoeken. Maar we hebben heel weinig weggegeven, maar... Ja, ook weinig gecreëerd. Ja, hoe was het voor jou om weer terug te staan op het veld? Aangenaam. Ik wilde altijd alles spelen. Het was vervelend met die val op een ongelukkige manier geblesseerd te raken. En dan heb ik er 3 moeten missen. Ik had niet gedacht dat het zo lang ging duren, maar het deed toch serieus pijn. Ik ben blij om terug te zijn. Is dat lastig voor jou? Ik zag wat beelden tegen PEC. Was het volgens mij, zat je met Kai op de tribune. Ja. Vind je dat moeilijk om naar de wedstrijd te kijken? Niet per se. Nee. Ik denk, ik leef wel gewoon echt mee met de jongens. Maar het is niet zo dat ik echt kapot ga van de stress in de tribune. Ik heb niet meer stress in de tribune of op het veld, zoals sommige jongens zeggen. Maar ik leef wel heel hard mee natuurlijk. Ja, tot slot. De trainer zei afgelopen week na de uitwedstrijd tegen PSV dat eigenlijk hebben we nu alle moeilijke uitwedstrijden in ieder geval gehad. Hebben jullie ook het gevoel dat de resterende wedstrijden, het zijn nog wat, dat dat wel allemaal wedstrijden zijn waar punten te halen zijn? Of heerst dat gevoel ook in de selectie? Ik denk het wel. Het zijn allemaal teams van ons niveau. We hebben uit al heel weinig punten gepakt, maar ook wel al heel goede wedstrijden gespeeld. Dus ik denk dat we... Gewoon erin moeten geloven en dat we uit wel een keer punten gaan pakken. Ja, en thuis kun je van iedereen winnen? Ja, thuis kan je. Je wint van AZ, Utrecht, speelt gelijk tegen Ajax. Dus dat kan een beetje alle kanten uit. Ja, kijk in ieder geval naar uit. Dankjewel, Lucas.